Hoeveel mensen van de casthuis hebben eraan deelgenomen? Ik denk dat we als bij elkaar ongeveer 75 mensen hier boodschappen hebben gebracht. En daarmee hebben we dus dit allemaal verzameld. De eerste is een soort van graadhulpen. Dus wij koken 3 keer in de week voor mensen die in armoede leven. En die verstrekken wij dan 3 keer in de week een gezonde, warme maaltijd. En normaal gingen we altijd aan tafel, zeg maar, met al die mensen. Maar nu, door de corona, wordt het bezorgd. Gold Stars zamelde boodschappen in voor de eethoek. En dat deden ze al eerder. De eethoek is een soort gaarkeuken voor mensen die in armoede leven. Zij zorgen ervoor dat zo'n 84 mensen 's avonds een gezonde, warme maaltijd krijgen. Ze zijn blij met het initiatief van Gold Stars. Het kon, met de kerstdagen in zicht, niet op een beter moment komen.